Dag allemaal, ik ben Ilse Fase, manager topbadminton en naast mij staat Robert de Keizer, manager opleiding. Vandaag nemen we jullie mee in een stuk verhaal over topsport en opleidingen. Waarbij de visie, denk ik heel belangrijk is voor topsport, structureel in de top 8 van de wereld en in de top van Europa en elke discipline te presteren. We weten dat het een ambitieuze visie is, maar zonder ambities kom je nergens. Dus we staan hier absoluut 100% achter. De missie die we daaraan vastbinden is door middel van prestaties zichtbaar te worden en badminton in Nederland te inspireren en te stimuleren. Inspireren en stimuleren, dat zie je dan terug in de verenigingen. Door die inspiratie. Meer jeugdleden krijgen, waardoor de verenigingen groter worden en waardoor we meer talenten gaan krijgen. Op het moment dat je een talent creëert in een vereniging, is de volgende stap in de piramide dat een talent vaak richting een badmintonschool kan gaan, of een talentencentra, of een extra jeugdclubselectie, waarbij ze extra training kunnen gaan volgen naast de clubtrainingen. Vaak voor jonge talenten een mooie eerste stap om te kijken waar ze staan. Zich verder te ontwikkelen. Twee hele belangrijke lagen in de piramide, omdat het daar gewoon allemaal begint. Als in de tweede laag blijkt eigenlijk dat een talent echt nog wel meer talent heeft en zich nog verder kan doorontwikkelen, kom je eigenlijk bij de derde laag uit en dat zijn de RTC's. De RTC's zijn de regionale trainingscentra's van Badminton Nederland. Deze trainingscentra staan onder leiding van Badminton Nederland en ook coaches die wij hebben aangesteld. Op dit moment hebben we er 4. Eentje in Den Haag, eentje in Arnhem, Almere en Eindhoven. Focus bij deze groep ligt vooral op de leeftijd tussen ongeveer 12 jaar, dus als een speler richting de middelbare school gaat, tot ongeveer plus minus 16 jaar. In deze leeftijdsgroep willen we de kinderen op de RTC's verder ontwikkelen naar het topniveau en uiteindelijk spelers afleveren richting de SME-selectie. De SME-selectie is een groep spelers van 11 die fulltime trainen en wonen op Papendal. Het is een opleidingsprogramma waarbij we de steun krijgen van NOC-NSF. En uiteindelijk zullen daar de allerbeste doorstromen naar het puntje van de top. En dat is de senioren-selectie. De senioren-selectie, daar kom je gewoon alleen als je echt de hele piramide goed doorloopt. En laat zien op alle vlakken dat je dat talent hebt. En bij de beste uiteindelijk in de top van de wereld gaat horen. En achter onze visie eigenlijk die uit kan stralen. Hoe denken we dan nog beter te kunnen gaan ontwikkelen? Daar zeggen we willen meer clubs gaan creëren. Wat is een hub? Een hub is eigenlijk een groot talentencentra waarin we nog meer talenten kunnen opleiden en kunnen laten ontwikkelen. Op dit moment hebben we er alleen de RTC's, wat al een hele mooie stap is. Maar we willen dus kijken of we bepaalde centra's nog groter kunnen maken. Nog meer samenwerking kunnen creëren tussen trainers en uiteindelijk als doel dat er meer doorstroom gaat zijn naar nationale jeugdselecties. Vanaf augustus zal er een eerste hub gestart gaan worden. En dit is een samenwerking tussen Badminton Nederland en Topsport Flevoland. Dit is een bestaande badminton school / academie in Almere. En we hebben gezegd, laten we krachten gaan bundelen en één groot talentencentrum gaan maken, zodat we met elkaar nog meer talent kunnen opleiden en het juiste pad kunnen laten bewandelen. Uiteindelijk zal het allemaal resulteren in dat we een aantal spelers hebben die echt aan de top staan. En uiteindelijk ook zijn dat onze helden. Het zijn de spelers die dus inspireren. En ook jonge spelers weer moeten stimuleren om ook dat pad te gaan bewandelen. En ik denk dat deze foto spreekt voor zich. Een EK-medaille voor het mannenteam afgelopen februari. Volgens mij wil elk klein jongetje dat. Dan geef ik nu het woord aan Robert die iets gaat vertellen over de opleidingen. Dank
Dankjewel. Nou, opleidingen, zonder opleidingen kun je natuurlijk ook geen weg bewandelen naar de top. Dus we hebben in de afgelopen periode, afgelopen paar jaar, een redelijk grote transitie gemaakt in de opleidingen. Er is een leerlijn gekomen. En uiteindelijk, wat Ilse net ook heeft verteld, denk ik in het verhaal van de topsport, is dat het kennis delen van trainers van top-down ook wel echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Bijscholingen waar ik zo dadelijk nog op terugkom, die zijn in de afgelopen coronaperiode ook, hebben we daar gebruik van gemaakt om bijscholingen te gaan schrijven. Dat is gebeurd door alle trainers die aangesteld zijn door de bond, met alle kennis onderling. Dus ik denk dat dat iets is waar ik straks dan ook nog wel goed op terug kan komen. En uiteindelijk ook de leerlijn. Dus een leerlijn die moet je zien als een manier om te ontwikkelen. Je bent met onkwaliteiten. Er staan wel leeftijdsindicaties in, maar je kan daar als trainer kun je daar gewoon gebruik van maken. Onafhankelijk van je leeftijd. Alleen de leeftijdsindicatie is eigenlijk meer een weerspiegeling van wat we in het internationale veld zien. Dus het kan zomaar zijn dat je als verenigingstrainer eigenlijk altijd in de tweede fase blijft van de leerlijn. Dat is niet erg, daar kun je genoeg in leren. Maar het is in ieder geval een leerlijn van 0 van 0 tot hero, om het zo maar te zeggen. Leerlijn kun je vinden op de onderstaande link, die zie je hier staan. Dan hebben we hier de opleidingen staan die we met de BWF hebben overeengekomen dat we die ook gaan implementeren in het Nederlandse badminton wereldje. Staan hier onder elkaar. Shuttletime is de eerste die benoemd is. Shuttletime is eigenlijk een opleiding waarbij je als trainer geholpen wordt middels beelden en boeken en theorie om je eerste lesjes te geven als trainer. Maar als je zegt van ik wil eigenlijk meer weten van de sport, ik wil meer weten van badminton, dan kun je heel goed opteren voor BWF level 1. Dat is wel een opleiding van 4 dagen of een week. We bieden hem aan in 2 weekenden of inderdaad een weekversie. Daarin ga je eigenlijk alle technieken en tactieken in de basis wel leren en daar kun je gewoon heel goed mee aan de slag. Klein beetje vergelijkbaar met SL3. In die zin, alleen is dit wel echt een sportspecifieke opleiding. Het sportgenerieke deel, dat zie je iets minder terug. Ik denk dat het ook niet erg is voor de trainersgilde wat wij in Nederland hebben. Dus daarom is ook die keuze wel gemaakt. Dat we vooral badmintontrainers willen. Uiteindelijk zullen we ook een samenwerking gaan vormen met Sielsen in Nederland. Die het generieke deel zullen gaan geven. Dus dan kun je dat combineren met elkaar. BWF 2, dat is eigenlijk een verdieping van BWF 1. En dat betekent dat je eigenlijk richting niveau 4 gaat, SL 4. En echt wel een zelfstandige trainer bent die ook mensen kan gaan aansturen, dat soort zaken. BWF 3, dan ga je naar het echte toptrainerschap. Dan heb je het over Eredivisie, internationale wedstrijden. Die wordt op dit moment alleen in Badminton Europe, door Badminton Europe aangeboden. Uiteindelijk zullen we dat zelf waarschijnlijk ook nog wel gaan doen, maar in die fase zitten we nu nog niet. Onze trainers van Badminton Nederland, die zijn op dit moment in opleiding, hebben de opleiding Shuttletime allemaal gedaan. Dus die mogen de opleiding geven. Er zijn nu een paar trainers in Nederland die BWF 1 mogen geven. En dat wordt iets uitgebreid nog verder, zodat we eigenlijk via de hubs, waar Ilse het zojuist ook over had, via de kenniscentra, de informatie van top-down gegeven kan worden. In oktober zal de eerste opleiding worden aangeboden, vers van de pers. Dat zal in Eindhoven plaatsvinden van 19 tot 23 oktober. En daar zal Paul Fennekes de leidende trainer zijn met de ervaring van Martijn van Dorenmalen die al jarenlang die opleiding geeft. Die gaat ons daarbij helpen, omdat het voor ons ook de eerste keer is dat we de opleiding gaan geven. Het is heel spannend, maar wel leuk. Er zijn 12 plekken, er zijn al 7 aanmeldingen. We hebben het over 3 dagen online, dus ik denk dat het de goede kant op gaat.
Naast de opleidingen zelf hebben we ook bijscholingen die één dag duren. Behalve het fysieke training van badminton, de bijscholing, die zal 4 tot 6 uur duren. We zijn nog niet helemaal uit, dat moeten we zelf nog even onderling bedenken. De bijscholingen gaan over techniek en tactiek voor het dubbelspel. Enkelspel, idem dito, techniek en tactiek. Allebei zullen inhoudelijk zijn tot de leerlijn aangeeft eigenlijk tot de talentherkenningsfase. Dus tot 17 jaar. En dan gaan ze eigenlijk in het piramidemodel gaan ze naar de S-1. En dat is eigenlijk de basis die we willen hanteren als eindspel. Dan zit je eigenlijk dus al, als je het internationaal gezien ziet, zit je al op eerste divisieniveau. Waar je echt wel aan moet voldoen. Dus dat is eigenlijk het niveau waarop de bijscholingen zijn geschreven. Het derde die je ziet is vaardig bewegen aan de hand van ASM. We zijn nog even in overleg met ASM hoe we dat gaan noemen. Het Athletic Skills Model, dat is ook iets wat in de leerlijn terugkomt. Uiteindelijk gaat het erom dat we in deze bijscholing leer je motorisch breed opleiden. We zien steeds meer bewijs van het feit dat een breed motorisch opgeleid persoon ook creatiever is op de baan, minder blessures heeft en beter om kan gaan met de omstandigheden. Dus een hele belangrijke bijscholing in mijn optiek om een goede badminton trainer ook compleet plaats te kunnen bieden. Het fysieke training voor badminton is ook een deel wat in de leerlijn staat. Er wordt eigenlijk gewoon uitgelegd op die dag hoe je dat moet toepassen. Dat is ook heel interessant, denk ik. De badminton diploma's zijn nu zijn nog in ontwikkeling, maar zijn bijna klaar. En die zullen het eerste deel van de opleiding tot topsporter zullen die vormen tot 12 jaar. Dus echt ook het fundament en de basis van de opleiding van de talenten. Dat zal daarin terugkomen. Hoe bied je dat aan en hoe kan je het leuk maken? En hoe wordt het getoetst? Dat is natuurlijk ook een essentieel deel van diploma's. Vervolgens de laatste, dat is de Air Badminton 1, Trainer 1. Dat is natuurlijk een vrij nieuwe opleiding. Al één keer gegeven, zeer enthousiast ontvangen. Ik zeg opleiding, maar bedoel natuurlijk een bijscholing. Zeer enthousiast ontvangen. En ik denk ook wel een hele belangrijke om de zichtbaarheid van de sport ook te garanderen. Ik denk dat we daar een goede kans hebben benut. En de badmintonsport ook gewoon breder zichtbaar is. De eerste signalen zijn al dat er meer mensen lid zijn geworden. Ook juist vanwege het badminton. Dus ik denk dat het een hele goede is, ook als vereniging, om je op die manier extra te profileren. Alle informatie over opleidingen kun je vinden op onze website badminton.nl, onder het kopje opleidingen uiteraard. Daar vind je de informatie over de opleidingen en ook de inschrijflinks. Mocht je nog, nadat je dat ook nog gelezen hebt, nog vragen hebben, dan kun je mij altijd mailen op, via mijn mailadres rdkeizer@badminton.nl. Ilse? Ja, en wil je nog wat meer informatie over topsport of wil je onze topsporters echt goed gaan bijhouden en niets van ze missen? Ook Topsport heeft een eigen website, dat is www.top-badminton.nl, waar je alle informatie in ieder geval over onze toppers kan vinden. Persoonlijk, als er vragen zijn richting mij of over topsport of aan een van onze coaches, dan kan er ook altijd een mailtje gestuurd worden naar topsport@badminton.nl. En dan zullen we die zo goed mogelijk proberen te antwoorden. Bedankt!